Alain Feurink, eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen gewonnen, dat kan niet beter. Nee, qua resultaat helemaal eens. Het is gewoon een belangrijke wedstrijd. Ik zei voor die tijd in de kleedkamer dat het altijd weer, ondanks dat je weer lang bij elkaar bent, altijd weer spannend voelt. En ik denk daarin uiteindelijk dat resultaat het belangrijkste is. Je hebt afgelopen week al laten zien hoe je moet winnen, want in de voorronde van de Champions League ging het hartstikke goed. Winnen van ADO is moeilijker. Ja, ik denk dat ADO een goede ploeg heeft. Aardig wat fysieke kracht ook. En toch ook een aantal hele gevaarlijke aanvallers voorin met Kirsten Koopmans en Linette Berenstein. En dat was ook wel te zien. Ik vond ADO eerste helft behoorlijk voetballen. Maar wel veel in de opbouw en achteruit. En uiteindelijk moet je natuurlijk wel de kansen creëren voorin. Ja goed, en daarin ligt het bij ons. Kijk, ik denk dat wij heel veel momenten hebben gehad waarop we de bal veroverden. Je creëert gewoon 300% kansen met Renate Jansen en Ellen Jansen en Janice van der Zanden. En één van die kansen, de eerste helft, moet er gewoon in. Als je een topploeg wil worden, dan moeten die kansen erin. Ja, dat zei Jill ook vorige wedstrijd. We creëren best wel veel kansen, maar die ballen die moeten er nog vaker in. Terwijl je toch best wel veel scoren al. Ja, dat is ook wel zo. Maar goed, kijk, weet je, uiteindelijk, je krijgt nu 3 scoringskansen in de eerste helft. Als ik kijk naar de tweede helft, dan hebben we er denk ik nog niet eens 300% gehad. Natuurlijk zijn het allemaal mogelijkheden. Maar de goal van Janice is natuurlijk een halve kans. Natuurlijk de goal van Jill is wel een 100% kans. Maar ja goed, die kansenverhouding vond ons voetballend gezien de tweede helft wel prima spelen. Alleen dan merk je toch dat je de eerste helft eigenlijk nog meer scoringskansen gecreëerd hebt dan de tweede helft. Komt dat beter voetballen ook doordat je Anouk Dekker erin hebt gebracht? Dat denk ik wel. In die zin dat wij merkten dat we duellerend gewoon fysiek gezien gewoon wat we tekort kwamen in het middenveld. Nou, dan is het wel lekker dat je Anouk kan brengen. We wonnen wat meer eerste duels en ook wat meer tweede ballen. En ja, goed, dat was in die zin ook een reden waarom Matte eraf ging, want ze speelde eigenlijk heel verdienstelijk. Ja, nu we het toch over speelsters hebben die erin en eruit gaan. Je opstelling Maud Roetgink begon niet, Christina Erman begon. Wat gebeurde er? Maud zou spelen, alleen die viel op de een of andere manier. Die leek een beetje weg te vallen toen we in de spelerstunnel stonden. Het was enorm warm binnen. En echt op het allerlaatste moment kreeg ik horen dat ze niet kon spelen, want ik zat zelf al buiten. Dan is het prettig dat je Christina achter de hand hebt, want die viel het eigenlijk heel goed in. Ja, Maud komt erin, dus eigenlijk niks aan de hand. Nee, uiteindelijk, ik weet niet wat het was. Ze heeft even rustig gezeten, ze heeft wat gedronken en toen ging het wel weer. Dat zag volgens mij ook aan de invalbeurt. Ook daar in Maud veel drang naar voren, dus dat heeft zij goed ingevuld. Oké, ik vraag het je vaker dus nu weer. Tashira, wedstrijd, ritme opgedaan, uurtje gespeeld en ongeveer. Anouk, ook weer een half uurtje, als ik me niet vergis, misschien 25 minuten. Hoe staan zij ervoor? Tashira en die zijn goed. Je merkt dat ze zeg maar het niveau wat ze zeker in de beginfase haalt nog niet altijd vol kan houden. Dat is ook de reden waarom we haar eraf gehaald hebben. En Anouk zit eigenlijk in de derde week van haar eigen voorbereiding. Dus daar zijn we gewoon wat voorzichtig mee. Is dat het gewonnen nu, volgende week? Ja, volgende week Telstar. Dus we gaan het zien. Telstar hebben we natuurlijk nog niet gespeeld vanavond. Dus we gaan zien. Wat dat betreft kijk ik er naar uit. Eerste thuiswedstrijd. Wanneer ga je zitten met Van der Gracht? Sorry? Wanneer ga je zitten met Van der Gracht? Hoe bedoel je zitten? Die komt bij Telstar vandaan natuurlijk. Ja, maar goed, volgens mij heeft Telstar ook behoorlijk wat spelers ingeleefd en behoorlijk wat nieuwe spelers gehad. Dus we zijn behoorlijk op de hoogte van alle teams. Ja, enig idee wat je kan verwachten dan? Inschattend verwacht ik een team. Als ik de trainer ken, over het algemeen best goed georganiseerd. Ik denk wel dat wij individueel betere spelers hebben. Dan kun je automatisch al invullen dat wij veel aan de bal zullen zijn. En dat daar vooral zal gaan liggen volgende week, schat ik zo in.